Nou, ik sta hier in Utrecht op de Atoomweg en wat staat daar? Een bloedmooie Model X. Een bloedmooie Model X die echt gewoon met een prachtig interieur. En hij is van meneer Schuurmans. Wim, dankjewel. Hoe lang heb je hem al? Ik heb hem nu precies een week. Nou, laten we even kijken. Kom eens even mee in die Model X. Want het is echt gewoon van, ja, als je even ziet, zo, stap er eens even in, Wim. Zo van, als je gewoon daar zo zonder te bukken. Hè, en dan zo met die deuren, zo een beetje zo hoog die deuren. Ja, die deuren zo. Het is zo mooi hoe dat eruit ziet. Je kunt ook maar ik moet zeggen, zwart met wit is echt gewoon prachtig. En als je nou zo hier instapt in de Model X. We gaan zo meteen even rijden. Ik ga rijden natuurlijk, in zijn auto. Maar als je dan hier zo boven ziet, één grote glasplaat. Je zit lekker hoog op de weg. Het is werkelijk een genot. En je kan met één druk op de knop alle deuren closen. Dan gaan alle deuren dicht. Hup! Ja, en dan word jij dus ook gewoon gedaan. Hartstikke leuk. Nou, dus even, hey, hoe lang? Je hebt hem 1 week. Precies 1 week. Ja. Dit is de 6e in Europa. Dus ze zijn ook heel schaars. We rijden er 6 rond. En, hoe lang geleden heb je besteld? 2,5 jaar geleden. Nou, dus we gaan even kijken hoe hij het nou vindt terwijl we in die Model X rijden. Nou, dan zit ik in de 6e Model X van Europa. Van meneer Wim Schuurmans. En die is ook meer bekend van verboden voor klanten. En dat gaat wij dus houden van fans. Wij houden van fans. Ze houden van ambassadeurs. Ze houden van passie, van mensen die gewoon echt tegenaan gaan. En, maar hij is dus net 1 week lang een Tesla gebruiker. Nou, we gaan Tesla, even... Tesla fan. 1 week een Tesla fan. We gaan eventjes rijden. Even kijken. Het is de ludicrous mode dat deze heeft. Ja. Ik krijg hem dus pas over 3 weken. Dus ik ben wel jaloers. Elke keer weer is het gewoon weer bizar. Bizar. Het is echt van, ik ga zoveel mensen zoveel, als jullie dit een keer willen meemaken, zo dit effect zo van, jongens, 1, 2, 3. Ludicrous. Volkomen belachelijk. Even eerst Wim, waarom heb jij zo'n belachelijke auto gekocht? Hoe kom je ertoe om zo'n, wat kocht jij normaal van auto's? Nou ja, hiervoor reed ik Mercedes en Audi. Ja, ja. Dus je zat al een beetje in de high-end, maar dat is toch een stuk minder dan een Model X. Mijn boek gaat er ook wel voor een deel over. Mensen die gek genoeg zijn om de wereld te veranderen. En Tesla is zo'n merk. Jij praat over merkbeleving, hè? En over hoe bedrijven. Het is een beetje de ultimate wet droom eigenlijk van merken om zoiets als Tesla op te roepen. Ja, dat je gewoon het lef hebt en gewoon zo anders durft te denken dat je gewoon zoiets in de markt zet. En gewoon je hele vermogen gewoon in de weegschaal gooit om toch gewoon meerdere je hart te volgen. Vandaag weer, zijn raket is ontploft en zijn aandelen zijn 5% van Tesla, 10% van dingen en hij gaat gewoon door. Hij zet zijn eigen weg. Hij gaat ook niet vragen aan klanten wat ze willen. Dat is niet zijn ding, weet je wel. Hij zegt zelfs ook over de feedback die hij altijd wil hebben. Hij zegt complimenten zijn goed voor je ego en leuk voor je ego, maar slecht voor je product. Dus hij wil ook altijd bewust negatieve feedback. En dat zorgt er ook voor dat je producten beter worden. En dat is ook leuk. Je weet als je een auto koopt, er zullen nog best wel wat dingetjes, haakjes en oogjes zijn. Maar je werkt gewoon samen aan het verbeteren van zijn auto. Ja, je krijgt gewoon lekker elke week zoveel. Binnenkort krijgen we Autopilot 2.0. Kijk, ik zet hem nu eventjes 2.0. Ik heb nu even zonder handjes. Ik rij nu gewoon zelf, zeg maar, zonder handjes. En voor mij rijden dus nu, die Tesla. Nu stopt hij helemaal zelf. Ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik heb net 6000 kilometer gereden zonder autopilot. Elke dag was weer een ellende. Maar wij zitten hier gewoon gezellig. We kunnen gewoon Scrabble gaan spelen. En deze auto die gaat wel weer rijden. Kijk, wordt hij groen. En die auto's beginnen gewoon weer te rijden. Verrukkelijk. Ja. Echt verrukkelijk. Autopilot is gewoon verrukkelijk. En mensen worden... Dus, maar was jij al een Tesla fan? Of ben jij nu een Tesla fan aan het worden? Of hoe zit het nu? Ik moet aanraken natuurlijk. Ik heb hem besteld. En dan ga je erin verdiepen. En je gaat YouTube films kijken. En, dus ik ben wel aardig al fan geworden in die tijd. Maar, we hebben 2,5 jaar geleden besteld. Eigenlijk al 2,5 jaar geleden al. Ja. Dus kijk, dus eigenlijk... Het echte stuiteren als fan, dat is wel sinds een week nu ik hem heb. Ja. Omdat hij nog mooier en nog geweldiger is dan ik al dacht. Ja, je kunt sommige dingen kun je alleen maar, je moet erin zitten, je moet het meemaken, je moet het meevoelen. En anders is het gewoon niet. Ja, al het andere wat op de weg rijdt heb je zoiets van, sorry voor alle merk, maar het is opeens oud. Ja, dat is inderdaad. En je hebt ook nog dat Tesla gevoel als je een andere Tesla rijder ziet.
je hebt ook een band met elkaar. Ja, ja, en zeg, als we lekker gewoon even bij de Supercharger een beetje bijpraten. Wij zijn dus een vrijdagmiddag door de file heen naar elkaar toegeworsteld om elkaar eventjes weer te gewoon te gaan voelen. En echt niet omdat ik de Tesla Model S niet gereden heb. Ik heb wel vaker gereden, dus het was weer gewoon. Maar ik was gewoon benieuwd wie jij bent. Ja. Waarom je nou zo gek bent om inderdaad dat geld uit te geven. Want ja, ja, want ik heb ook veel meer betaald voor die auto dan ik ooit in mijn leven zou willen. Maar je wil die beleving, je wil die beweging naar een nieuwe wereld wil je meemaken. Nou ja, wat ik zelfs leuk vind, en dan weet ik eigenlijk dat ik te veel geld geef. Elon Musk zegt eigenlijk betaal je te veel. Ook voor die opties. Je betaalt veel te veel. Ja, die maar dat geld die hebben we nodig. Ja. Dat geld hebben we nodig om die Model 3 te kunnen maken. Dus ja, hij zegt, klant, ja sorry, we zijn te duur, je betaalt te veel. Maar daarmee help je wel om die Model 3, dus echt die vooruitgang in die elektrische auto's te krijgen. Ja, als je zo eerlijk bent, ja geweldig. Ja, ik vroeg ook op een gegeven moment, waarom moet die beurt nou €700 kosten? Ja, zei hij, ja, ja, ja. Eigenlijk is dat gewoon bizar, want ja, maar Mercedes vraagt het ook. En ja, ja, en eigenlijk hoeven we eigenlijk helemaal niet. Daar moeten we eens een keer iets aan doen. Dat is wel inderdaad wel een leuke van hoe die daarin zit. Ja. Goed, dus jij bent in ieder geval. Hey, en deze auto komt te staan bij de meeting volgende week, 8 september, bij de VER. 8 september bij de VER gaan we dus gewoon daar staan. En dan kan iedereen er naar kijken en zo. Dus jullie VER-leden, jullie gaan er gewoon van genieten. Bij Eneco wordt echt een heel leuk programma over wat er allemaal gebeurt. En ja, Wim komt dus gewoon met zijn Model X nummer 6. Die nu op dit ogenblik. Inmiddels zullen er al wel wat meer zijn. Hoeveel kilometer heb je gereden? Ja, ik zit toch al even kijken. Als ik hier nu kijk, in een weekje zit ik nu op 1700 kilometer. Ja, dat is het. Maar je gaat gewoon voor je plezier ga je gewoon rijden. Ja. Oké, de ervaring van hoe reageert het gezin, zeg maar. Kijk. ik heb twee meiden, twee dochters, 18 en 16. En wat vonden ze van? En ja, geweldig. Ja, ja. Met de oudste mocht ik het geluk hebben om dit jaar ook in de Tesla fabriek in Amerika te zijn. Ja. En die was ook helemaal om op dat moment. Oké, okay, bedrijf? Ja, online academie. Wij ontwikkelen bedrijfsacademies. Ja, we maken vooral mensen gelukkig door het laten werken aan persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. En dat doen we onder andere door online bedrijfsacademies te ontwikkelen. Ja, ja. En noem eens wat bedrijf voor wie je werkt. Kijk. Die dame die keek naar ons. Ja, ja, je bent, sorry hoor, het is allemaal een beetje heerlijk boys and toys. Ja, maar ja. Nou, ook vrouwen vinden het ook lekker om dat lekker stil te doen. Gisteren kwam ik een Aston Martin iemand tegen. En die zei, ja, dit is toch een auto zonder emotie. Daar heb ik hem meegenomen. Het filmpje staat online, moet je maar even kijken. Dat is echt heel leuk. Ja. Hey, maar wat vonden ze mensen in het bedrijf daarvan? Van de ding? Ja, nee, geweldig. Ik was gisteren nog bij een klant en op het einde liet ik even die Tesla zien. En zei, ja, goh, ik vraag altijd aan bedrijven, waarmee onderscheid jij je? Maar hiermee onderscheiden jullie je. Door gewoon zo'n keuze te maken voor zo'n auto, voor zo'n vernieuwing. Ja. En, dus dat is leuk. Maar dat is sowieso, de auto die je rijdt, je draagt ook wat uit natuurlijk. En zeker als je bewust voor een Tesla kiest. Je kunt ook heel rustig optrekken. Maar het mooie is ook, dit kan ook gewoon. Het is natuurlijk een auto in een bepaalde prijsklasse en hij is best groot, maar het kan gewoon. Iedereen heeft respect. En het leuke is, over 3 jaar, zeg maar in 2019, dan hebben we voor €35.000 een auto. En weer 3 jaar later voor €25.000. En de huidige S-rijder, waar jij er al veel langer een van bent, en de X-rijder, die maken dat mogelijk. Ja. En die NSX, die maken het mogelijk dat die Model 3 er gaat komen. Ja, en dan verandert het autopark zo in Nederland. Ja. Hoe reageren mensen als jij dan dat ding neerzet en die buren open doet? Ja, ja, ja. Foto's, video's. Je komt niet meer weg, hè? Nee. Dat is echt sommigen zitten al in de auto voordat je in de gaten hebt. Andere vragen het keurig. Maar ja, die auto heb je ook om samen andere mensen natuurlijk te delen en te laten ervaren. Maar nee, je komt niet weg. Als je even weg wilde. Dus het is wel handig dat de voorste deuren gewone deuren zijn. Ja, ja, dan is het heel erg. Dus jongens, als jullie het meer over willen weten, het boek. Wij houden alleen maar, wij houden niet van klanten, verboden van klanten. Wij houden van fans, van Wim Schuurmans. En op 8 september staat deze Model X bij Eneco, bij de meeting van de VER. ver.tk. En meld je aan als je geïnteresseerd bent in elektrisch rijden. Dus voor mensen die geïnteresseerd zijn in elektrisch rijden. 2000 leden, 1000 met een elektrische auto, 1000 zonder. En dus Wim is ook gewoon een laatste lid. Meld je aan en kom gewoon zelf langs. Geworden. Wordt helemaal top. Dank je. En leuk dat ik even in kon rijden op vrijdagmiddag. Ja, echt, toch weer gewoon mijn week is weer niet kan je weer niet kapot.